wat kijk jij moeilijk? Wat is er? Ja, ik ben al 3 kwartier bezig. Ik heb alleen nog maar dit stukje gedaan. Jij wil over 5 weken open? Ja, dat komt. Nou, dat gaat natuurlijk nooit wat worden, hè? Ja, maar luister, wij moeten gewoon koppen met spijkers gaan slaan. Heb jij koppers en spijkers? Ja, die klopt. Ik heb een hele doos vol. Want... Oh, valt mama daar? Wat is dit? Ja, hier staan nog 3 bedden die weg moeten. Staan er nog bedden dan? Bedden waren toch allemaal weg? Nee. Verdorie, ik ben net lekker bezig met die vloer. Ja, van onderen. Tegen haar hoor ik ook steeds kreunen en zuchten. Maar zij is natuurlijk veel te laat naar bed gegaan, want zij had weer een vergadering gisteravond. Hoe laat was je thuis gisteravond? 11 uur. Nou, dat is... Ik heb daar geen medelijden mee. Zij wil in de politiek. Ja, maar daarom kan het je wel eens opbreken. Vertel mij wat, met 2 kinderen. Ja, jij wou 2 kinderen. Nou ja, ik heb te weinig geslapen, maar hij niet. Ik niet, ik lag om 9:15. Maar ja, ik zit natuurlijk niet in de politiek. Nee, het is maar beter ook. Ja. Weet je wat het ook is? Het is nou nog niet leeg, hè? Het is gewoon nog niet leeg. Nee. Dat begint je ook een beetje op te breken. Oh. Oh, Babs. Babs. Zij denkt, ik wil naar een ander huisje. Ik wil van dit baasje af. Oh, nog 1. Naar binnen. Ik kan het niet aanzien. Naar binnen, help die vrouw. Nee, dus, ik niet. Ga jij. Gaat-ie? Ja. Kom maar, lieverd. Ik had de achterdeur even open gedaan, maar ja, dan gaan ze overal heen. De laatste oude bedden zijn de deur nog niet uit, of er moet al worden nagedacht over de nieuwe. En uiteraard lopen de meningen daarover flink uiteen. Hoeveel bedden moeten er eigenlijk nou, komen? We hebben 7 keer een 2-persoonsbed nodig en 2 keer een 1-persoonsbed. Oh ja. Moet ik een pen en papier pakken? Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. We moeten alleen kijken of het past. 1,60. We doen 1,60 bij 2. 1,60? 1,60 breed. 2 keer 80. Je kan niet iemand op een twijfelaar laten. Dat is geen twijfelaar. Een twijfelaar is 1,20. Een ouderwets 2-persoonsbed was 1,40. Oh, kijk, er kan nog een kastje naast. Ja. Volgende. Prima. Ja, prima. Hier. Ik vind het echt... Ik vind het ongehoord. Goed. Ongehoord. Ja, ongehoord goed. Nee, slecht. Hoezo? Wat is er mis mee? 1,60. Als ik een hotel boek en ik zie 1,60 bedje, ja, dan zou ik toch op zoek gaan naar een ander. Ja, maar dat is prima. Dan zitten we ook niet zo vol gelukkig. Kom maar. Ik heb ook een bed van 1,60. 1,60 is gewoon 2 keer 80. Jij bent prima. Alleen, mam. Ik heb een bed van 2 meter. Ja, maar een bed van 2 meter is belachelijk. Net allemaal overdreven, zoals jij altijd alles overdreven doet. Wat is zij gemeen? Maar nou zit ik net te denken, zouden we niet in die, wat wij dan de suites noemen, voor met het balkonnetje, dat we daar een bed van 1,80 doen? Ik weet niet of het tussen de... Oh, dat kan. Zullen we dat even kijken? Nee, dat is prima, dat kan, dat weet ik. Ja? Ja. Dat is misschien wel logischer. 1,80. Ja. Ja, 1. Ik zeg niks meer. Oh, dat is heerlijk. Oké, dat is goed. We gaan naar beneden. De laatste slaapkamer. Ja, en die kamer ligt volgens Maxime op een gevoelige plek. Nou, er toch ben, heb ik even een vraag. Dit zijn 2 gipswanden hier natuurlijk en aan de overkant, maar deze zijn niet geïsoleerd. Nee, maar hier komt nog een plaat voor tegen geluid. Maar dit houdt niet. Als je hier zou seksen, zouden mensen dit in de borrelhoek horen. Ja, ja, ik ga gezellig, daarheen. Gezellig. Maak jij rare geluiden? Beetje steunen, een beetje hijgen. Ja, hier. Ja, dat is toch erg? Leren. Jij doet net even met dat hele bed tegen die muur gaat duwen. Nou ja, die kans is aanwezig als je de weekend weggaat. Ja, al die mensen met hun borreltje. Ja. Je moet dit opvullen. Of je moet een bordje ophangen met seks en dan zo'n kruisen door. Ja. Nee. Ligt u al in scheiding, dan is deze kamer perfect ideaal voor u. Ja. Kan jij masseren, pap? Dat jij hier massage ja, doet? Ja, massage. Dat we dit weer helemaal tegen, dat je zo'n Turk stoombad hebt. Jij hebt een afstoomapparaat. Als we die daar neerzetten, dan lijkt het net alsof dit een hele mooie spa is. We gaan even een nachtje over slapen. Nou, ik ga er wel 3 nachtjes over slapen, als je het niet erg vindt. Ik heb nog niks gedaan voor mijn gevoel. Nee. Nou, voor mijn gevoel, je hebt sowieso nog niks gedaan. Mart! Wat nou weer? Ja! Tijdens het slopen komt er in zo'n oud huis natuurlijk van alles tevoorschijn. Vaak zijn dat tegenvallers, maar heel af en toe is het juist een leuke verrassing. Martin heeft daar een vloertje weggehaald en daar ligt dus nu een oranje-geel geblokte vloer, origineel. Dus ik dacht, nou even kijken wat hieronder zit. En hier was het toch al een stukje los. Kijk, dit zijn de originele tegeltjes, die hebben ze gewoon afgesmeerd. En toen hebben ze vloerbedekking overheen gelegd.
Maar het is natuurlijk veel leuker om die oude tegeltjes terug te laten komen. Kijk! Hier ligt hetzelfde als dat stukje wat jij hebt opengemaakt. Oh ja, nou meid, zou het overal liggen? Ja, dan ligt het hiernaast ook, want dit is allemaal in één keer gebouwd. Oh, nou dan moet ik zaterdag ook aan de gang. Zaterdag was ik hier begonnen, hier lag namelijk nog vloerbedekking. Toen dacht ik, ja, dat haal ik weg. Nou, toen kwam ik deze spectaculaire vloer tegen, helemaal terracotta. Ja, niet wetende dat zij nu daar ook bezig is. En inderdaad, daar ligt ook zo'n terracotta vloer. Zal ik dan hier ook even kijken? Hier. Nou, ja, dat kan ik ook doen. Hier. Er zit iets aan ons koud. Kijk, ze hebben alles weer erop gebouwd. Hè? Ja, dat klopt. Ze hebben een opbouw gemaakt. Ze doen alles gewoon overal op. Ja. Ze krijgt het haast niet weg. Ja. Iedereen stort zich spontaan op het blootleggen van die oude vloer. Maar Martien heeft andere plannen. Ja. Moet nog behang afstomen. Zie je al wat? Ja, ik zie al wat. Ja, ik zie een schedel. Ja, is dat rood? Dat is het randje. Ja hoor, bingo. Jackpot! Auw, mijn oog. Hebben jullie ook geen bril? Ik rij eventjes naar jouw huis, Maxime. Ik heb Mam! Ja? Papa gaat weg! Nee. Ja. Ja, maar ik moet even een filmpje maken. Want die vrouw die gordijnen gaat maken voor Maxime en Leroy in de serre. Dat zijn hele mooie Italiaanse stoffen. En die moet zij gordijnen van maken. Ja, nou en dat doe je dan maar in 4 uur. We zijn nou weer mee. Want jij belt Lee. Lee is daar, die kan het filmpje maken. Dus jij blijft hier op je knieën. Oh, dan moet ik niet. Nee, dat is hier. Het zijn voor jou gordijnen, hoor. Ja, nou, maar hij kan het ook. Jij wilt dit ontvluchten, dit huis. Nou, ik ga dan wel Lee bellen. Zij zijn heel vervelend tegen mij. Kwartier ben ik weg. Mag niet eens weg. Het lijkt net een strafkamp hier. Het is net een gevangenis. Het is net een vrouwenvleugel. Ik zie echt geen rood. Nee, hier komt ook niks meer. Oh, ik voel me net assenpoester. Assenpoester, die moest ook heel veel schoonmaken. Nou, zo voel ik me een beetje. Alleen moet ik niet schoonmaken, maar bijtelen met een hamer en een fucking... Wat is het? Hier ligt toch geen tegel meer? Nee. Mam, het ligt er niet. Hé? Kan haast niet. Waar is papa eigenlijk? Ja, ik weet niet waar hij is. Ik heb hem al heel lang niet gezien. Dat is lekker dan. Martien heeft zich strategisch teruggetrokken uit de vrouwenvleugel. Het is... Halvee, nou ja, ik sterf van de honger. Ik heb vanmorgen maar 2 boterhammen bij mijn ontbijt. Wat ik normaal liefst tegenwoordig 4 doe. Dus die maag die gaat helemaal knorrend. Ik ga beginnen. Assenpoester was volgens mij een meisje die in de huishouding werkte. Die moest heel veel vies werk doen en toen mocht ze er toch een keer uit. En om 12 uur veranderde ze terug of zo, toch? Veranderde hij in een pompoen. Nee, zij. Of weet ik het. Zij werd betoverd. Nou, ten eerste, ik voel me een pompoen. Samen ben ik ook een prinses. Je hebt wel een glazen muiltje thuis. Jij hebt Lee, dat is een prinsje. En om 12 uur, als ik hier weer ben, dan spat de droom uit elkaar. En ben ik weer een pompoen. Ja, dat klopt. Nou, en samen een paar uur, dan mag je weer prinses zijn. Beetje prins. Ja. Oh. Lek. Oh, er lopen allemaal weer mensen. Oh. Assenpoester had dus hele slechte stiefmoeder. Hele gemene stiefzusjes. Ja, dat is mijn vader dan. Wij zijn hier aan het bikkelen, letterlijk en figuurlijk. En waar is mijn valse stiefzus? Die is niet aan het bikkelen, maar lekker aan het smikkelen. Ben je al aan het eten? Waarom ga jij eten? Ik ging bijna van mijn graad. Ik vind het heel oncollegiaal. Ja. Nee. Dan doe je toch even gezellig met z'n allen eten? Nou, oké. Okay. Nou, ik zoek het uit. Ja, maar hij is niet zo sterk meer, hè? Opa's hebben heel veel pauze nodig. Eet smakelijk. Eet ze. Ondanks de scheve gezichten doet de lunch wonderen voor de stemming op de bouwplaats. En die wordt nog beter als Erika een nieuwe ontdekking doet. Dat stukje voor de wc, daar ligt ook dat oranje geel. Oh, nou. Goed, hè? Kijk, hier. Heel oranje. Dat is, vind ik wel een cadeautje, ja. Toch een verborgen pareltje. Kijk, en hier ook hangen gewoon tegeltjes. Nou ja, dan willen ze op een gegeven moment gaan ze de zeil overheen leggen. Maar dit is al origineel, want die meneer die hier gewoond heeft... die is hier geweest en die zegt, dit was vroeger al met de schuifdeur. Maar ik denk dat wij gewoon een deur erin zetten. En dan wordt het weer een heel leuk wc'tje. Heel leuk, maar Martien wordt vooral enthousiast van behang afstomen.
Martien! Ja, hij is weer wat makkelijks aan het doen. Dit heeft totaal geen zin. Het heeft totaal geen zin. Nou, kijk, dit is nog een beetje papier wat achtergebleven is. Ja, en dan pakt hij hem vanzelf. Maar hoe natter, hoe beter. Weet je wat leuk is? Wacht. Ik heb wat leuks. Nee. Om even eruit te zijn, zullen we naar boven gaan? Ja. En dan zeggen... Nee, we beginnen hier al te gillen met mama. Ja. En dan zeggen we... Brand. Oké, doe jij speel mee, hè? Dan hebben we even een uitje. Ja, oké. Nou, dit is het laatste. Dan is het eigenlijk, de hele overloop is dan klaar. Dan is er weer een gedeelte klaar. Maar ja, weet je wat is? Er zitten wel oneffenheden. Kijk, dit moet even geschuurd worden dan. En? Ja, hier staat alarm op. Het plan is om... Hier zit namelijk een alarm op. Een alarmgeluid. Maar ja, wij begrijpen al niet hoe de batterijen erin moeten plussen. Dit is niet goed. Ja, maar hier staat ook een plaatje. Kleine gaatjes moeten gevuld. Ja, ik weet eigenlijk niet of Erika dit wil behangen of verven. Dit is die. Plus naar beneden. Hier. Het lijkt net alsof ik in de expeditie Robinson zit dat ik een som moet maken. Staat sirene. Ja, doe het om. Wat is dat? We hebben wat geraakt! Wat is het? Weg, we hebben wat geraakt! Snel! Papa, kom! Snel! Wat moet er wel? 112! Nee, hoge vorst. Vorst, waar staat het? Het is een test, een brandtest. Stom, joh. Evacuele pension. Bespottelijk gewoon. Evacuele pension. Evacuee allemaal jullie. Eruit nou. Wat zijn jullie vreselijk. Sta je behang af te stomen. Belachelijk. Hij is heel boos. Hij is boos. Ja, zelfs ik vond het eng, terwijl ik wist dat het ging komen. Belachelijk gewoon. Sta je gewoon hier en dan denk je, wat een geluid. Stel ik je schorm, zei ik. Oh, wat een gegil weer beneden. Het is waanzinnig. Ja, het is enig. Ja, maar dit geeft ook voldoening, ja, weet je. Ja, dit is toch te gek? Meteen resultaat. En zo leuk. Zo'n oud gebouw. Dan ben je toch gek om daar een vloer overheen te doen. Ja, dit is hoe het vroeger was. En dan weer vloerbedekking. Dat moet je omarmen juist. Hoppatee. Nou. Ik heb een beetje water. Nee. Kijk, zo deden ze dat altijd in de katholieke kerk. Dan deden ze zo en dan saus je daar. En dan deden ze zo. Ja, maar dat was wijnwater. Dit is gewoon kraanwater. Mag ook wel. Zo deden ze dat. Dus je zegent het in de vloer. Ja, een soort van. Meer, pap, meer poetsen. Harder poetsen, pap. Als een poetster, je moet poetsmachine. Niet op de weg. Kijk, echt een stiefzus. Zag je net? Zo'n poetsmachine. Tegen mijn been aan schroepen. Ja, dat. Nou, het is prachtig. Ik vind het ook. Ja, we laten het intrekken. Het is heel leuk.